Goedendag, mijn naam is Adrie Koenst van de firma Pleuger uit Holland. We zijn hier aan akker in de nähe van Weetze bij een Pleuger zelfvarende bandsvader, de CM4240 van de firma Smits uit Weetze. We zijn hier groenrokken aan zwaden. Dat is jetzt de tweede dag dat die machine in einsatz is bij de firma Smits. En we zijn hier 22 meter in zwad aan varen. Die machine had een arbeidsbreite van 10 meter, twee pickups van 5 meter. Dat brengt die 10 meter en hij veert 2 maal 10 meter samen met ongeveer 2 meter arbeidsbreite van zwad, maakt die 22 meter. Dat is gelijk een groot voordeel van deze machine, dat hij ganz veel meters in één zwad samenbrengen kan. Maar het grootste en meest wichtigste voordeel van deze machine is dat we hier dat gras of de groenrogen niet over de bodem schieben, maar we nemen die gelijk hoog met een pick-up en transporteren dat product einfach over een transportband zur Seite. Daarmee erreichen we veel weniger rohassen im groenvoeter, weniger rohassen pro kilogram trockenmasse, bedeutet een höheren energiewert en dat bedeutet in principe een höheren potentieel bij een milchkuh, ja, om meer milchleistung te brengen. Dat is ook de wichtigste grond waarom de firma Smits investeert had in deze machine. Grote arbeidsbreite, weniger rohassen im groenvoeter en efficiëntere zwaden am akker, waardoor die complete häckselkette weniger tijd braucht om een akker ab te arbeiten. Daarbij komt samen weniger zwaden, bedeutet ook weniger varen am akker, bedeutet weniger bodemverdichting van häcksler, van transportwagen die dat zoeken horen. En zo verder. Dat zijn alle voordelen die ook bij de firma Smits de grond waren om te investeren in deze machine. Technisch gezien had deze machine een arbeidsbreite van 10 meter, 2x5 meter pick-ups. Die pick-ups principe, dat is van de firma Reiter uit Oostenrijk. Ja, kleine doormesser met twee zwadrollen en een rotor daarboven. Weiter is die machine zo opgebouwd, we hebben een FPT dieselmotor, 6 cilinder met 260 PS. We hebben een vol hydrostatische vaarantrieb met Danfoss hydraulische componenten en rechtstroot planetaire endantrieben in die reder. Die vorderachse is vast, die hinterachse is gelengd. Daarmee erreichen wir einen ganz kurzen Wendekreis am Wendeacker, Kabine von der Firma Klaas und auch ein Joystick von der Firma Klaas. Alles eigentlich sehr bekannte deutsche Komponenten. Wie gesagt, wir haben 8 Maschinen dieses Jahr im Feld. 3 in Holland, 3 in Deutschland, 1 in Dänemarken und eine Vorführmaschine. Und wenn jemand Interesse hat, um diese Maschine selbst auf seinen Feldern zu testen, dann wollen wir das gerne machen. Melden Sie sich einfach bei mir und dann machen wir einen Termin und kommen wir vorbei.